Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben, ja, nou doe je het zelf. En ik ben wakker geworden in Noorwegen. Het weer is hier niet fantastisch en ik heb nog steeds geen wimpers, dus dat zijn mindere dingen, maar voor de rest gaan we er een fantastische dag van maken. We sliepen gisteren om 9:30 en ik was al om 7:00 wakker. En Lars de Wekker ging om 8:00, toen ging hij trainen en toen ben ik toch weer in slaap gevallen. Dus nu ben ik meer moe dan dat ik vanochtend was. Maar goed, dat is live. En ja. Wat ee. Oh, daar is mijn zwarte broek. En die durf je nu niet te pakken? Nee. Ja. Hey, thanks hè. Alsjeblieft, dude. Dus Lars is nu weer terug. En het is inmiddels 1:00. En ik moet nog eten, dus ik ga echt bijna dood. Dus we gaan nu even wat eten. En daarna moet hij om 4:00 weer eventjes weg. Hey schat. Ja? Mag je wat vragen? Ja. Wil je met mij een verkering? En ik heb... dan Hallo. Even tijd om te editen, dus dat is mooi. Wil je met mij een verkering? Alsjeblieft. Als je lief bent voor altijd. Alsjeblieft. Als je heel lief bent voor altijd. Alsjeblieft. Nee, ik ga niet doen. Ik ga het zeggen, nee, ik ga het niet zeggen. Ga ik ja zeggen? Nee, ik ga het niet zeggen. Dat moet ik aan. Maakt er niet uit wat je aantrekt. We gingen eten en toen was ik mijn camera vergeten. En nu zijn we weer thuis. En moet Lars zo weg. Maar niet voordat ik je heb. Nee, dat lijkt me sterk. Mooi dekbed heb ik trouwens hier, hè? Ja. Ja. Ik heb even 2 video's geëdit. En toen was Lars weer terug. En nu gaan we even eten regelen. Hé, giraf. Hi. Lars heeft dus een nieuwe zonnebril waar hij heel blij mee is. En hij lijkt op een mol. Die onder de grond de weg kwijt is. Gaan we eten halen of gaan we daar eten? Wat jij wil, schat. Jij bent de baas. Jij mag alles bepalen. Oh, ineens. Dan bepaal ik dat je nu die bril afzet. Hup, hup. Hallo. Wat? Je luistert niet naar mij. Nee, doe. Ja, doe. Ga nou tof doen. Ja. Eeuw, een likkend molletje. Wij hadden even eten gehaald. En toen reden we terug naar huis. En toen kwam ik er voor de deur achter dat ik mijn tas, inclusief camera, sleutels en geld was vergeten bij het restaurant. Dus toen zijn we teruggereden. En nu heb ik hem weer. Dankzij Lars. Zonder Lars was ik nooit teruggekomen. En hij is ook nog eens de auto uitgegaan om hem te pakken. En het was ook nog eens de tas die ik voor je had gehaald. Ja. Dus ja. We mogen allemaal blij zijn dat hij er nog is. En nu gaan we lekker naar huis en lekker eten. Ik heb zo'n honger, ik heb vandaag alleen chips gegeten. Ja, je hebt echt weinig gegeten. Ja, ik val bijna flauw. Nee. Jawel. Doe eens. Je wilde gaan remmen, hè? Ja, leuk. Die knierrem doet het niet zo goed. Ja, lekker voor je. Shit. Wil je nog een dropijsje halen? Oh, hier hadden we gisteren ijs. Ja. Dat klopt, dat we zitten. Oh, die mensen zitten lekker op die verwarmde bankjes. Dat wil ik ook. Ik wil er ook op zitten. Cool. Zul je hier gewoon de sushi eten? Nee. Oh. Alle sneeuw is nu van de bergen en nu is het allemaal groen. En daar schijnt de zon er mooi op. Nou, doei. 1, 2, 3, doei. Hé, hey, daar is die weer. Wat zei je net? Hè? Wat zei je net? Niks. Ben je? Ik hou van jou. Ben je bang? Nee. Wat? Voor mijn aanval? Geen 4 alsjeblieft. Yes. Maar ik was sowieso hoger dan 4 geweest. Hoor, hoger dan. This is kind of difficult, right? Mm.
moeten gooien. 2 of 4. Nee. Yes. Bye, babe. Bye, bye. Mm. Wat zei je nou net? Dat je van me hield? Nee, kaartje. Zeg dat nog eens 1 keer, recht in de camera. Doe dan. Als je stoer wil zijn om dat soort dingen te zeggen. Kaartje. Meen je dat? Ik keek niet in de camera. Meen je dat? Nee, je keek naar mij. Ja. Ja, maar dit is gewoon niet leuk. Ik spaar jou wel. Jij spaarde mij niet. Jij spaart mij altijd tot de camera uit en dan tief je me elke keer eraf. Helemaal niet. Ik heb jeuk. Ik ook aan mijn handjes. Ik kus ze nu weer te slaan. Mag. Dat doe je toch altijd, omdat je niet tegen je verlies kan. Zo'n onzin. Als de camera uit is. Ja, dat doe je altijd. Echt niet. Als de camera uit is. Ja, ik was. Helemaal niet, Lars. Iedereen kan zien dat ik was. Ja, dat is interessant. Ga je er grote van bij. Oh, je gaat even achteruit lopen. Kom je doen met groen dan, pik? Kom je halen, pik. Wat wil je doen? Zelf slaan. Goeie zet. Gozer. Stoer. Wat? Oh. Sorry. Loser, loser, don't loser, make a picture, yeah. It's me. I'm the winner. I'm the winner again in this life. And you're the loser. You are the loser. You are the loser again in this life. Schaam je nu? Dit is echt by far het meest kinderachtig wat ik ooit van jou gezien heb. Nou in. Vind je twee. Savage mode. Ben je peuter puberteit? Wat zonder vloggen. Hè? Wat zonder vloggen. Ja, dat kan je beter tegen iemand anders zeggen. Ja, zit je nou een snoep te eten? Nee. Hé, hey, wat is er gebeurd? Nee, geen idee wat er nou net is gebeurd. No freaking idea. Nog potje. Dan gaan we slapen. Het is bijna 9:30. Het is letterlijk 9:10. Deze guy wil gaan slapen. En ik ben morgen vrij. Oh ja, je bent morgen vrij. Dan gaan we toch nu al slapen? Nee, eerder even seks en dan gaan we slapen. Zullen we even een drankje gaan doen? Nee, ik drink niet meer. Het was een test. Goed zo, je hebt hem doorstaan. Nu mag je een drankje. Mag een snoep. Nee, de snoep ook niet meer. Nou, die snoepzak was gisteren zeer vol. En op dit moment is zeer leeg. Normaal koop ik het ook niet. Maar als het in huis is, dan is het zo leeg. Mag ik erin? Waarom is hij 6? Weet je het niet, omdat je het bord hebt omgegooid. Huh. Steen, papier, schaar, wie die begint. Steen. 1 keer winnen? Nee, 3. Best of 3. Ja. Yeah. Best of 3. Best of 3, oké. Oké. Ja, vanaf wat ik dat doe, dan doe jij dat. Ja. 3, 2, 1. Oh. Ja, 1. Nee, je was heel erg. Jij deed schaar ik dus. Nee. Jij deed het nog niet. Je had, ja, oké, okay, jij deed dit, omdat dit, je dit sowieso doet. Ja, maar jij dacht... Oké, okay, begin opnieuw. Oké? Okay? Nee, we beginnen toch opnieuw? 1-0. Als je van mij houdt, begin opnieuw. Zo wint ze dus ook altijd met mensen erg niet, maar laat ze jullie niet zien. Gaat ze dit soort dingen zeggen. Oké. Okay. Als ik je eraf kan gooien. Maar? Steen, papier. Steen, papier, schaar. Oké. Okay. Wat is dat voor geluid? 1-0. Steen, papier, schaar. Je bent zo voorspelbaar. Hoezo? Hoe weet je nou wat ik ga doen? Je bent zo voorspelbaar. Nou, 1. Oeh, congrats, babe. Yeah, thanks. So loser. Yes! Je ziet, ik gooi 6, hij ramt dat hele bord kapot. Ja, pop het zeggen en ik... Je bent echt pathetic, gewoon.
emotional eater. Mm-hmm. Je eindigt echt als zo'n dikke boze vrouw met 6 katten in bed. Dat is hoe jij gaat eindigen. Ja, zie je, nu is dat ding kapot, ik zweer het. Hij is echt kapot. Ja, hij is echt kapot. Ik maak geen grap. Je hebt hem verrot gemaakt. Als we nu door deze vage actie voor jou geen mens erg niet meer kunnen spelen. Nu mag ik even. Ik heb 6. Ja, dat wil niet. Oh, ik heb 6. Ja, mijn moeder ook. Hij dooft alleen maar op 6 of 4. Oh, ja. Dit ding is echt niet meer oké. Okay. Je hebt mijn spel gesloopt. Oh, je wil hem daar niet neerzetten? Nee. Nou, dit kan echt niet. Dit is echt niet. Waarom doe je dit nou, Lars? Misschien moet ik er nog een keer op rossen. Nee, rossen. Ja, dat doet hij misschien niet. Je hebt ook een app op je telefoon met een dobbelsteen. Jeetje. Volgens mij doet hij niet heel goed. Nou, jij bent, dus je mag kijken. Nee. Lars. Nee, hij stuk. Lars. 6. René. Hij stuk. Weet je wat het probleem is? Hij is omhoog gekomen daar. Ja. Binnen. Doe spelen dan. Het lijkt of hij het doet. Oké, ja, je mag nu niet eindeloos gaan dobbelen tot je 6 hebt, vriend. Hij doet het weer even testen. Oké, getest, klaar. Okay, ben ik nu? Nee, ben ik nu. Oké. Okay. Hij lijkt nu wel een ander geluid te maken dan eerst. Ja, dat is wel, maar hij doet het wel weer. Hoi. Oeh. Gisteren heb ik helemaal niet meer de vlog afgesloten, omdat Lars al om 9:30 sliep. Waarom niet? Ja, 11:30. En ik kon niet slapen, alleen toen kon ik ook niet meer de vlog afsluiten. Dus dat doe ik even bij deze. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei!